Ja, ja mensen, het is weer zover, vakantie. Dit keer de herfstvakantie en dat betekent een nieuwe Teenage Party in Lucky. En niet zomaar één, want vanavond hebben we TMF in de mix met VJ Stephanie Cassandra. Dames, zullen we een beetje naar jullie zin of niet? Ja! Ja, vind je het leuk? Ja! En jij kunt mij vast op wat danspasjes leren. Ah, vast dan! Ja, laten we het zien dan. Hey, maar heb jij nog een beetje last van de kredietcrisis, of niet? Nee. Er gaan hele banken failliet en zo, maar jij hebt er geen last van? Mijn ouders betalen alles. Je ouders betalen alles. Dus straks zijn je ouders failliet, maar heb jij een mooi feestje in Lucky. Dat vind ik heel slim bekeken. Deze man is wereldberoemd. Zelfs ik kan daar net niet aan tippen. Weet je al wie de nieuwe meid is van K3? Ja. Wie is dat dan? Josje. Ja, wat vind je van Josje dan? Oh, dat weet ik niet. Wat vind jij van de nieuwe K3? Ja, wel goed. Ja, wel goed. Was beter. Wat vind jij van de nieuwe K3? Ik ben niet zo gek op K3. Hey, maar wat vind je van de nieuwe K3 dan? Geweldig. Ja? Ja. Daar ben jij wel een beetje fan van K3? Ja, heel erg. Ik heb twee mensen heel sneaky in het hoekje staan. Ze zijn een beetje aan het kussen aan het doen. En nu hebben ze ons door. En dan ziet ze al, ja fuck it. Wij gaan gewoon lekker knuffelen met elkaar. Want we zijn wel niet aan het tongzoenen. Maar dat mag onze moeder niet zien. Want dan, ja, ik vind dat niet leuk. Daar zijn we veel te jong voor. Ik zie jullie knuffelen met elkaar. Maar toch mis ik iets. Jij kijkt niet zo vrolijk. Jij ziet ons staan en je denkt van nee. Ja, ik zie jou altijd te kijken. Dus ik denk, wat moet je man? Leuk keertje de spotlights en zo. Ik heb echt respect voor deze twee mensen. Er staan, ik weet niet hoeveel mensen hier. Maar ze blijven gewoon zo innig met elkaar staan. Hè. Dat vind ik wel echt respect. De mensen zijn er wel gelukkig met elkaar of niet? Dat wel. Dan zal ik jullie nu weer rust laten, want volgens mij vinden jullie dit niet zo leuk. Nee, niet zo heel verzinnen. Niet zo heel leuk, hè? Ik weet wat ik zoveel mensen laat omheen, joh. Hup, zullen we gaan hossen? Van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, voor, achter, van links, rechts, voor naar achter, van links naar rechts. Dat wil ik niet eens laten zien. En hij beweert dat hij net zo goed is als Michael Jackson. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk wel moet laten zien. Laat een klein beetje zien. En dan worden al die dames gek. Dan worden al die dames gek. Hè? Ah, maar dat is toch alleen maar mooi. Weet je, achter die chickies aan. Kijk, alleen maar gezeik met mijn moeder. Gezeik. En met mijn zus en die bende. En met je security, je lifeguard en zo. Niet hebben. En je moet van je manager natuurlijk ook je mond houden. Ja. Ja. Deze jongen weet wel een beetje wat zit. Ik denk over een paar jaar sta ik hier niet meer, dan sta jij hier. Ja. En volgens mij ga je wel schrappen met de TMF. Ja, bereid je maar voor. Is de tap ook open? Andere keer misschien. Zullen we even deze deal maken? Ja? Jij krijgt van mij een blauwtje als jij voor mij even gitaar gaat spelen. Is goed. Alsjeblieft. Dit was het weer. This is
bedankje voor vanavond. TMF in de mix was hier en was een gek in huis. Ik wist niet dat je zoveel mensen in Lucky kon krijgen. Zoals je ziet, het feestje gaat nog even door. Ik stop er nu mee en zorg dat je de volgende keer weer bij bent. In december, namelijk de 30e. Ik zeg tot in de kerstvakantie. Adieu!